Hallo en dit is Digicot Michael en vandaag bespreken drie van de nevelsluitwapens, de SW-40, de AR-160 en de M320-3GL. Als eerste de SW-40. De SW-40 is een revolver net als de M412 Rex en de .44 Magnum. Wat dit wapen nou anders maakt, is dat het veel sneller schiet en dat je geen bullet delay hebt. Nou, dit is wel dat je wat minder damage hebt, maar dat zou geen probleem moeten zijn. Want je kan veel sneller schieten en je kogels komen ook aan als je schiet. Dan als tweede de AR-160. De AR-160 is de nieuwe assault rifle. Je krijgt een lock door 3 assault rifle ribbons te krijgen en door 20 headshots. Nou, ik vind dit wapen echt gewoon een van mijn favoriete assault rifles. Want kijk deze recoil. Er is gewoon bijna geen recoil. Dus je zou ook niet echt met attachments hoeven te knoeien om te zorgen dat je recoil beter is. Je hebt wel wat minder damage daarentegen, wat zorgt dat je vaak assisten krijgt. Maar dat wil niet zeggen dat je niet in staat bent om meerdere mensen tegelijkertijd te killen. Sterker nog, het is best wel makkelijk. Want hier, ik weet niet wat die gast deed, of die nou door de berg heen revive, dat schijnbaar wel. Maar ja, was geen probleem. En dit wapen ziet er echt gewoon geniaal uit als je gewoon update met een paar attachments. En het ziet er gewoon uit als een Terminator op dit moment. En als derde de M320 3GL. Dat is een granaatlandje die 3 keer schiet. Dan denk je misschien iets te OP, maar nee. Kijk nu hoe baas het eruit ziet. Want ja, DICE heeft sowieso dat je echt 3 granaten hebt om iemand met volle 100% levens te killen. Het hoeft eigenlijk geen probleem te zijn, want je kan echt vet met gemak multi en double kills met dat ding krijgen. Nou, om dit te lokken moet je 3 kills, 10 kills hebben met de M320 DART en 10 kills met de M320 LVG. In ieder geval, dat was het voor vandaag met de nevelstrike wapens. En de volgende doe ik in de volgende video, volgende week ergens. Wil jij ook bij de Dutchcot horen? Klik dan op abonneren en verander je client tag via Battlelog in DUSQ.